We hebben gezegd, we gaan geen composities van tevoren instuderen en bedenken. We gaan wel ideeën, technieken, plannen, die kunnen we natuurlijk bouwen. Maar hier, het creatieproces is hier. Wil jij zeggen wat jij gaat doen? Ja. We hebben een briefje van Marlijn gekregen eigenlijk met een aantal sequences, zeg maar. Dus bepaalde manieren die je kan doen, lange tonen, ritmisch, wel met elkaar, iets na elkaar. De componist zit normaal achter zijn piano tonen te maken en natuurlijk ook kleine momentjes te beleven van, oh, dat is leuk, of dat gooi ik weer weg. Nu is dat, doen we dat samen. Er is toch wel een soort van afspraak waardoor je best wel in een partituur voelt. Dus in die zin heeft Marlijn wel echt de regie over wat er gebeurt. Echt geslaagd is het als die ideeën niet alleen bij mij verder gaan, maar als ook al die andere zangers en die solisten, dirigenten die nu meedoen, als die ook weer nieuwe ideeën hiervan krijgen. En als dit dus echt een soort van vruchtbare gebied is waar allerlei bloemetjes, plantjes lekker uit gaan ontstaan. Ik heb veel gezongen, echt uren denk ik wel. Dacht ik, nou ik moet mijn lenzen uitdoen en toen dacht ik, oh het is hier wel heel prettig en rustig. Dus toen heb ik een uur geslapen, ja. Het is heel, heel fascinerend geweest. Er zijn momenten dat je echt denkt van, poeh, nu begint het allemaal een beetje te draaien. En een paar minuutjes later denk ik, hey, nu hoor ik iets muzikaals, dan sta je op en dan komt het allemaal terug. Ja, je krijgt er ontzettend veel energie van. Dus ik heb nu helemaal niet het idee dat ik niet geslapen heb. Dus ik krijg eigenlijk een beetje een soort van adrenaline, hè, daarvan. En je bent wel heel erg geconcentreerd, maar die geconcentreerdheid, want je bent echt op het, met die stemming. Maar die concentratie, dat is waardoor je zo helder blijft. Dus je wordt alleen maar helderder. Ja, ik ga nu misschien een kopje koffie drinken, een bijtje nemen en dan wil ik heel graag mijn kindjes zien. Die staan er weer helemaal aan natuurlijk. En dan in ieder geval vroeg naar bed vanavond. Nee, ik ga voorlopig even nog niet slapen. Nee. Dus, en ik denk dat ik ook weer terug ga naar Groningen. En dan is daar nog een middag over de dag van de geschiedenis vandaag. Dus daar wil ik toch wel even een stukje van meepikken. Maar misschien ben ik ook wel helemaal zat en dan val ik om. Dat kan ook.